Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, we gaan deze mooie moderne huis bouwen. Ja, je hebt niet zo heel veel spullen nodig. En de ruimte die je nodig hebt is, ik zou zeggen, 22 bij 18. Dan heb je ja, rondom het huis twee blokken, zeg maar, over. Ja, dus hier past hij makkelijk in deze gedeelte. Ik zal even een rondje omheen maken, zodat je van alle kanten kan zien. En wat hebben we hiervoor nodig? Bakstenen, stenen en trappetjes en platen. Eikenhouten, platen, eikenhouten, trappetjes. Kwartsblokken in baksteenvorm. Je zou ook gladde kwartsblokken kunnen gebruiken of gewoon normale kwartsblokken. Ja, het is zelf wat je mooier vindt. Wat lantaarns, wat kettingen. Bij een aantal heb ik de kettingen gedaan en een aantal heb ik gewoon zo opgehangen. Dan kan je ze maar zien wat je zelf het mooiste vindt. Eikhouten deuren, of donkere eikhouten deuren heb ik gebruikt. En dan hier aan de binnenkant, ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt in een normaal huis. Dus wat overtjes, kistjes, een werkbank. En hier zijn dan een slaapkamer. En aan de andere kant hebben we precies dezelfde slaapkamer gemaakt. Dus je kan hier veel mensen in kwijt, veel poppetjes. Ja, het is niet zo heel groot huis, dus maar heeft ook niet zo heel veel ruimte nodig. Ik zou zeggen, here we go. En we beginnen als allereerst met stenen bakstenen. Dan maken we een rij van 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dan gaan we naar achteren toe. Dit wordt een rijtje van 4. Dus dan 1, 2, 3 en nummertje 4 komt daar. Dan gaan we naar rechts. Dan maken we een rij van 8. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dan gaan we weer de andere kant op. Maken we meer een rij van 8. Dit is al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dan gaan we weer de andere kant op. Dan wordt een rij van 20. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Dan gaan we weer terug. Dus met 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 komt dan daar. Dan gaan we weer de andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan hebben we hier weer een rijtje van 4. En dan is hij zo mooi aangesloten. Oké, aan de binnenkant doen we hier twee rijen overslaan. En dan maken we hier een mooi rijtje van 6 aan. Nee, sorry, die gaat bij de 3. Bij de derde rij. Zo, we hebben hier 3 blokken. Aan de andere kant doen we hetzelfde. Dus 3 blokken. En op de vierde rij maken we daar ook weer een mooi rijtje. Zo, daar naartoe. En dan pakken we hem hier in het midden. Of tenminste 1, 2. Bij de derde blok van achter doen we 1, 2. Andere kant, derde blok van achter. 1 en 2 die kant op. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pak ik de sparrenhouten planken en dan vul ik hem helemaal in. Helemaal de bodem. En zo. Nou, deze rij. Dit wordt onze vloer. Hier zou ook uiteraard verschillende kleuren vloer kunnen gebruiken in de verschillende delen. Dat kan je helemaal zelf invullen. Maar ik gebruik voor alle vloeren nu sparrenhout. Zo. En de laatste daar. Eén, twee. En die komt daar. Oké, als we dat hebben gedaan, pak onze stenen bakstenen en doe op elke hoek doen we 1, 2, 3, 4. Dus zetten we er 3 bovenop. 1, 2, 3. Hier ook. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Hier zo. 1, 2, 3. Deze kant ook. 1, 2 en 3. Gaan we helemaal de andere kant op. Dus hier ook weer een punt. 3 omhoog. In de hoek. 3 omhoog. Deze hoek. 3 omhoog. Hier 1. En hier ook weer 3. En hier ook weer 3. Als we dat hebben gedaan, dan pakken we onze kwarts bakstenen. Beginnen we aan de voorkant. En die doen we zo. Aan deze kant 4 hoog. Of 3 hoog. En de rest vullen we eigenlijk allemaal zomaar in. De twee zijkantjes hier aan deze kant. Deze kant doen we dat ook. En zo. En laten we hier open voor een raam. Aan de achterkant. 1, 2. 1, 2. En zo. En sluiten we deze twee mooi af. Deze zijkant. Een rij boven en een rij onder. Hier zo komt 1, 2, 3. En eentje daar naartoe. Deze maken we zo helemaal af. Zo. Dan gaan we naar deze kant. Deze maken we helemaal dicht. Dan zijn we weer bij de andere kant beland. 1, 2, 3. De achterkant. En dan doen we 1, 2 overslaan en 1 daar. Dan heb je twee mooie raampjes. Deze zijkant komt hier. En deze twee muren sluiten helemaal mooi af. 1, 2 en 3. Nu zetten we alle raampjes in. Ik gebruik lichtgrijze gebrand schilderde ruit. En zo. Je zou natuurlijk ook gewoon wit kunnen gebruiken. Ja, of een andere kleur. Misschien zwart. Daar één. Daar één. Hier hebben we al gedaan. En dan ook hier aan deze binnenkant pakken we kwarts bakstenen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En eentje komt dan daar bovenop. Dan pakken we de donkere eikhouten deur. Die zetten we daar tegenaan. En eentje zetten we daar ook weer tegenaan. Deze kant kunnen we ook nog twee rijen van gewone bakstenen doen. 1, 2, 3. Dan krijg je nu dit. En dan hier aan de voorkant pakken we een stenen bakstenen trap. Zetten we twee op z'n kop. En dan donkere eikhouten deur. Die zetten we daar aan de binnenkant neer, zodat je dit zo mooi krijgt. Dan met de stenen bakstenen trap doen we 1, 2. Twee platen aan die kant. Dan heb je je mooie ingang. En dan doen we 1 en 2 daar tegenaan. En dan op elke hoek. Of op elke, ja, op elke blok. Zo. Waar die pilaren komen. Daar doen we een bakstenen trap aan de onderkant. En zo. En dan ook weer 1 daarbovenop. Die komt daar. Daarin. Daar en daar. 1 en 2. En daar eentje. Oké, okay, als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze kwarts bakstenen. We moeten eigenlijk een kwarts platen hebben. Oké, hoor. Ja, een kwarts plaat. Ik gebruik een gladde kwarts plaat. En die gebruik ik voor de dak. Voor het dakje zo. Hop, hop, hop. Tenminste voor het dak. Het is de opvulling. Daar, daar en daar. En dan maken we hem zo helemaal mooi dicht.
De laatste stuk. Oké, dan pakken we onze stenen bakstenen platen en die zetten hier mooi op de rand. Zo, als we dat hebben gedaan, dan pakken we weer met de platen en dan steken we hem één eroverheen. Zo. En die doen we ook helemaal rondom het huis. Zo. Achterkant. Eén, twee en drie komen dan daar. Oké, nu hebben we dit zomaar gemaakt. Dan pakken we een ketting. En die ketting, daar maken we de lantaarn aan vast. Zo. Dus die ketting doen we hier eentje onder. En daaronder komt dan de lantaarn. Die komt er zo mooi aan te hangen, zeg maar. Dat die niet op de, op de steen zit. Kijk, nu staat hij op de steen. En als we hem daar aan hangen, dan hangt hij aan de ketting. Die doen we eigenlijk overal bij elke raam. Dus even een beetje puzzelen waar je aan moet klikken. Je moet precies aan de onderkant klikken. En zo. Hoop. Zou het ook zo werken? Nee, dat werkt niet zo. Oké. Okay. Die hangen we zo. En die zetten we daar mooi onder. En die zetten we ook weer daar mooi onder. En je kan ook zeggen van, nou weet je wat, ik hang die lantaarns ook gewoon zo op. Dat kan ook. Dus dan gebruik je geen ketting. Dan heb je hem gewoon zo mooi hangend. Het is wat je zelf mooier vindt. Ik doe het even een paar zo op de ketting. En een paar die dan gewoon aan de muur hangt. Oké, dan pakken we onze eikenhouten trap erbij. Die zetten we 1 en 2 zo mooi op zijn kop. In alle hoeken van de trappetjes. 1, 2. Daar 1 en daar 1. Dan pakken we onze eikenhouten plaat erbij. En die eikenhouten plaat die vullen eigenlijk zo mooi in bij de ramen. Dus dan heb je een mooi vensterbank. Daar 1. 2, 3. En daar ook eentje. En daar hadden we hem al mooi gedaan. Dan pakken we onze bladeren erbij. Je kan ook een bloeiende bladeren pakken natuurlijk. Geef gelijk wat meer kleur. En doe ik eigenlijk overal onder de ramen. Doe ik 1 eronder. En zo. En dan kunnen we nog met een stenen bakstenen plaat. Hier op de hoeken. Dan kunnen we nog één blok zetten. Zodat het één geheel wordt, zeg maar. Deze kant kunnen we dat ook doen. En deze kant ook.
Dan heb ik hier nog een ingang. Dus nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haal hem even weg. En dan pakken we hier de grind. En zo. Pak een donker eikhout hekje. En die plaatsen zo. En die plaatsen ook weer mooi zo. Eén daar en één daar. En dan voor de binnenkant maken we een mooie bedden. En eigenlijk wat beetje de spullen wat je nodig hebt. Aan de binnenkant een mooi fakkeltje. Een kistje. Wat boeken. En een oven. En die kan je eigenlijk gewoon zo mooi zelf invullen zoals je zelf helemaal wil uiteraard. In deze twee kleine slaapkamertjes kunnen we dan bedden neerzetten. Misschien twee boekenplanken en een werkbank aan deze kant. En zo. Hier kunnen we een mooi keukentje maken. Zo, daar drie ovens en daar drie ovens. En een werkbank kunnen we ook hier neerzetten. Twee kisten daar. Twee kisten en ook weer twee kistjes daar zo. En zo. En uiteraard ook wat fakkels. Die kunnen we zo tegen de muren aan. Daarheen en daarheen. Daar en daar. En ook hier weer kunnen we twee bedden neerzetten. Zo. Daar ook een mooi fakkeltje. En dan daar ook uiteraard een mooie fakkel. Zodat het allemaal gelijk is. En dan is je huisje helemaal af. Vond je het nou een tof geraf, leuk huisje, geef dan de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En zou ik zeggen, tot de volgende video maar weer. Laters!